In plaats van sporten doe ik rommelmarkten. Oh. Ja, als mensen zeggen, wat doe je? Ja. Nou, je kan maar een hobby hebben, hè? Breda Nu. Je weet het meteen. Zaterdag 26 mei was het weer zover. De 28e editie van de Vrijmarkt in Prinsenhagen. Duizenden bezoekers zochten naar leuke hebbedingetjes bij honderden kraampjes. Hey, wat heeft u net verkocht? Oh, ik heb net weer kraaltjes verkocht. Ja, flinke prijs van moeten betalen, die mensen. Ja, tuurlijk, altijd hier. Het viel me gelijk op, jullie hebben allebei hetzelfde aan. Ja, is geen toeval, neem ik aan. Ja, is toeval. Ja, ik kwam er mooi raal in. Zat hetzelfde aan als ik. Hoe, het kan? Ik maar weet niet. Helpt het een beetje met de verkoop? Dat ze zien van, hey, die hebben allebei hetzelfde aan. Ja, ze denken van, dat zal wel goed lopen daar. En helpt het bellenblazen ook een beetje? Dan trekken jullie die klanten een beetje naar jullie toe? Maar vooral wij zelf vinden het echt super leuk om te doen. Jullie zijn de hele dag lekker aan bellen. Wij zijn de hele dag aan bellenblazen. We lopen ook al weken te oefenen en die kinderen vinden het fantastisch. Het valt op, pluk de dag, carpe diem. Ja. Hoe komt u eraan? Die heeft u hier gekocht? Ja, op aanraden van mijn vrouw natuurlijk. Hè? Ja, oh, ja. Die was de grote baas. Die zei van, die wil ik in de woonkamer. Ja, ik kan maar eentje de baas zijn, hè. Hoe vindt u het om dit te doen, meneer? Het is nog best wel moeilijk. Oh. Help me even mee. Ja? Heb je al mooie dingen gezien? Zeker. Ja, maar dan niks gekocht? Best wel veel. Oh, best wel veel gekocht? Superveel, ja? Mag ik wel zeggen. U heeft twee koffertjes ook op de kop getikt? Ja, inderdaad. En die zitten vol met goudmateriaal. Oké. Okay. Wat voor materiaal dan mogen we nu weten? Nou, nee hoor, mag. DVD's. DVD's. Ja, hij was met name op zoek naar films. En wat maakt het nou zo speciaal? Muziek, drank, mooi weer. Ja. De muziek die komt pas straks, hè, om 4 uur. Ja, dat mag voortaan wel een uur kneden eigenlijk. Okay. Ja. Nou, misschien kijkt de organisatie, dan kunnen ze daar iets mee, hè? Dat doen ze toch niet. En wat vindt u van artiesten die straks komen? Altijd goed, altijd als het maar gezellig is. Dames en heren, voor spel 50 cent is niet veel. Ja, vorig jaar heb ik ook geïnterviewd, want ik herken u aan uw blouse. Ja. Hoe gaan de zaken nu? De zaken gaan perfect. Ik heb mezelf de blouse eraan. Vanmorgen was het nog een beetje koud. Ja. En ik heb mijn jas uitgedaan en sinds ik de blouse aan heb, loopt het als een trein. Ja, ja. Maar ze liggen ook een hele hoop spullen van vorig jaar nog? Of heeft u weer een heel jaar lopen sparen? Wij brengen elk jaar hetzelfde spul mee. Oké, okay. Maar het gaat nooit op dus helemaal? Nee, we krijgen steeds weer andere dingen erbij. Ja, kunt u nu even voor ons voorspellen hoe de zaken hier gaan lopen de rest van de dag? Nou, de zaken gaan zo dat alles wat de mensen meenemen zien we volgend jaar weer in een ander kraampje terug. En ik hou de helft over wat misschien volgende week bij de kringloop staat. Maar ja, goed, dat weten we niet, hè? Hoort er allemaal bij. Ik heb dadelijk een paar tientjes verdiend. Misschien dat ik zelf ook nog wat kan vinden. Dus zo blijft de kringloop aan de gang. Ja, okay. Wat is nou uw beste verkooptactiek? Gewoon heel erg vriendelijk zijn aan de klanten die iets willen kopen. Ja? Ja. Ik heb net even gevraagd, maar de zaken gaan bij heel goed. Ja, 90 euro zit jullie al. Even, en dan kunnen we alles weer in de auto krijgen. Ja. Op de heenweg was het lastig. Ja. Maar ik denk dat het nu gaat lukken, ja. En heb je ook al een rondje gelopen zelf over de markt? Ja, ik heb met vriendinnen net gelopen en ook met mijn moeder. Okay. En nog wat dingetjes gezien of gekocht? Nee, ik heb alleen iets lekkers gehaald, maar nog niet echt iets gehaald hier. Wat heb je op? Een suikerspin. Een suikerspin. Was die lekker? Ja. In plaats van sporten doe ik rommelmarkten. Oh. Ja, als mensen zeggen, wat doe je? Ja. Nou, je kan maar een hobby hebben, hè? Approximately 10 hours later. Yes! Kijk eens aan. Ik begin mijn eigen bellenblaasstem. Je zit wel in de tocht. Hij staat aan. Ja, we moeten even wachten tot op de vrouw. Maar blijf maar draaien, want het is heel gezellig hier. Breda Nu. Je weet het meteen.